De wekelijkse donderdagse markt in Sint-Niklaas is altijd de moeite om te bezoeken. Tijdens de eindejaarsperiode is het niet alleen extra gezellig, maar krijg je er nog iets bovenop. 28 december is de laatste marktactiedag. En dan kunnen de mensen nog massaal naar de markt komen. Per aankoop van 5 euro krijgen ze een actiebonnetje. Mensen kunnen dat bonnetje dan meenemen, invullen en in een doos steken in het stadhuis. Hoe meer aankopen dat je doet, hoe meer bonnetjes dat je krijgt. Dus ook hoe meer kans dat je hebt om een mooie prijs te winnen. In 2018 is er een loting en dan kunnen de mensen 200 fantastische prijzen winnen. Dus iedereen massaal er naartoe voor de mooie 200 prijzen die voorhandig zijn in de wacht te slepen. De prijsuitreiking van de marktactie vindt plaats op vrijdag 2 februari 2018. Naast de marktactie organiseert de stad ook een speciale marktdag in het teken van het eindejaarswinkelen. Op zaterdag 30 december starten wij 's middags met de nieuwjaarsshoppingmarkt. Voor de mensen die nog een laatste koopjes willen doen voor de nieuwjaarsdagen. Dus wij moeten daarbij ook het stadsbestuur bedanken, omdat wij gratis kunnen plaatsnemen. Het standgeld van de marktkramers, dat wordt zoals vorige edities geschonken aan het therapeutisch kinderdagverblijf Het Veer. We hebben naar vorige edities gezien, ook bij het eerste editie was het bitter koud, maar er was een massa volk. Waarom? De gezelligheid, de mensen ontmoeten elkaar nog eens, kunnen nog een babbeltje slagen, een keer elkaar uitnodigen, iets gaan drinken in de horecazaken omliggend hier op de markt. Dus ik zou zeggen, allemaal komen, hè. Meer info over de marktactie of de speciale marktdag vind je op de website van Sint-Niklaas.